Meneer Van Balen, goedemiddag. Mag ik je even wat vragen? Heb je heel even, want ik wil hem gewoon in alle openheid. Heel even gewoon aan je vragen voordat ik een soort Yvonne Kolderweijer word. Denk klokkenluiders, die beweren dat jij niet wat je beloofd had om geld terug te betalen als je hier in de Kamer zou gekozen zou worden, zou jij je raadsvergoeding betalen, terugbetalen in Rotterdam. En zij zeggen dat je lang niet alles hebt terugbetaald, dus in alle openheid en eerlijkheid vraag ik aan je, wat is er van waar en wat niet, hoe zit het? Zoals je mij kent, ik ben een open boek en ik sta voor transparantie, dus op jouw vraag wat is er van waar, helemaal niks. Hoe komen ze hierbij dan? Zijn dit die gasten die alleen maar aan het fucken zijn? Doen die een soort Talita Musetje met ons? Nou ja. Ja, dit is echt totaal uit de lucht gegrepen. Het is totale klinkklare onzin. Dus de afspraak waarnaar wordt gerefereerd is niet waar. Die afspraak is nooit gemaakt. Dat is één. Twee, dat erin zou staan dat ik in de gemeenteraad vrijwel niks zou hebben gedaan, klopt niet. Aantoonbaar niet waar. Dus het is een samenraapsel van feitelijke onjuistheden, pertinente leugens die blijkbaar met een agenda de lucht in geslingerd worden om iemands integriteit te besmeuren. Niet de eerste keer dat de gekke verhalen er rond in gaan, hè, over geheimelijke opnames. Ik vind het dus ook mooi dat jij als journalist in alle openheid aan mij vraagt of het klopt. En ik hier de mogelijkheid krijg om krachten. Helemaal goed. Maar laten we even lopen wat zij zeggen. Hè. Zeggen dat er een afspraak is geweest. Maar op zich wat voor te zeggen is, hè, op het moment dat je gekozen bent voor, als Tweede Kamerlid, dan krijg je een behoorlijk inkomen hier. Dan heb je die raadsvergoeding eigenlijk niet meer nodig. Maar jij zegt, die heb je dan wel voor jezelf gehouden. Nou, we hebben als partij een afdrachtregeling. Zoals heel veel partijen dat hebben. Dus ik heb netjes een gedeelte van mijn salaris hier in de Tweede Kamer heb ik afgedragen aan de partij. En ik heb ook mijn salaris als gemeenteraadslid heb ik een gedeelte van afgedragen aan de partij. Daarnaast doe ik ook een flink aantal donaties ook aan de partij. Dus ik vergoed ook een hele hoop zaken. Bijvoorbeeld als het gaat om zaken voor vrijwilligers of materialen, doe ik vaak een donatie aan de partij. Maar laat onverlet dat ik ook in de periode dat ik Tweede Kamerlid was, ook werkzaamheden heb verricht in de gemeenteraad. Okay, maar wat zij dus zeggen, hè, dat jullie hebben afgesproken om van die raadsvergoeding af te zien, omdat je hier al van de Tweede Kamer geld krijgt, dat is echt onzin. Echt klinkklare onzin, pertinente leugen. Dit is de eerste keer dat ik ervan hoor. En als een afspraak gemaakt zou zijn, dan zou ik het ervan moeten weten. Dus het is echt een pertinente leugen. Is er wat voor te zeggen? Dat je zegt van nou, je pakt hier wat geld en die raadsvergoeding, één van die twee, of lever die raadsvergoeding in? Nou, dat is aan iedereen zelf om daar een keuze in te maken. Je hebt die keuze in gezegd, ik vind. Ik zeg je hoe ik ermee ben omgegaan. Dus ik heb gewoon in de gemeenteraad gewerkt. Dus ik deed naast dat ik Tweede Kamerlid was, deed ik ook werkzaamheden in de gemeenteraad. Dat was erg intensief. Veel uren die ik erin heb gestoken. En ik heb ervoor gekozen om gewoon netjes gedeelte van mijn salaris aan de partij af te dragen. En daarnaast doe ik ook best een hoop donaties. Niet alleen aan de partij, maar doe ik dat ook in privésfeer. En ik heb ervoor gekozen om op die manier ermee om te gaan. En ik zou je zeggen, ik kan mezelf prima perfect in de spiegel aankijken. Helemaal goed. Hou je nog wel wat over na alles wat je doneert voor jezelf? Zoals je ziet, is dat gaat goed. Maar ik ben niet om van de honger. Even kijken, want voor de duidelijkheid, men denkt altijd dat alleen bij de SP mensen geldt. Of denk ik, bijna elke partij heeft zo'n afdrachtsregeling. Mogen we weten, in het kader van die transparantie, over wat voor percentages hebben we het bij DENK? Nou, ik weet het percentage niet uit mijn hoofd. Maar in het kader. Weet wel wat je afdraagt, toch? Ook dat weet ik niet exact aan mijn hoofd. Dus dat gaat om honderden euro's. Een beetje net als Klaas Dijk, of ik kijk niet op mijn loonstrookjes. Nee. Ik bedoel, ik weet gewoon het exacte. Dus op het tientje weet ik het niet exact. Dus als je het graag van me wil weten, zoek het voor je op. Nee, maar stuur ik het nog een keer op. Is dat een landelijke regeling? Van nou, zowel Kuzu als de heer Azarkan als jij dragen een x-bedrag af, maar je weet niet hoeveel. Ja, nee, als het gaat om het gemeenteraadlidmaatschap, is dat gebaseerd op inwoneraantal van de stad, de grootte van de gemeente. Dat is volgens mij om en nabij de 150 euro per maand, als ik het wel heb. En voor het Kamerlidmaatschap gaat dat richting de 500 euro per maand, als ik het wel heb. Nou, zodra ze ons weer mailen, dan melden we weer bij je. Ja, en dan sta ik hier weer met alle liefde om openheid te geven. Want we zijn een open boek, we zijn transparant. En ik ben blij dat je mij de mogelijkheid geeft om dit te ontkrachten. Goed man, hey, hup Feyenoord. Hup Feyenoord.